gaan lezen uit Matteüs 3. Ik ga niet lang spreken. Matteüs 3. Vers 11. Matteüs 3, vers 11. Ik doop u met water tot bekering. Dank u, Heer Jezus. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik, zegt Johannes. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat lees ik ook met u, want dat wilde ik eindelijk lezen. Vers 16, maar het sluit aan. Terstond nadat Jezus gedoopt was, begint ook met de doop, steeg hij op uit het water en zie de hemelen openden zich. En hij zag de Geest van God nederdalen als een duif en op hem komen. Dat is geweldig. En zie een stem uit de hemelen zeiden: deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar hij zag de Geest van God nederdalen als een duif en op hem komen. Dus bij de doop, of na de doop, ontving de heiland de doop in de Heilige Geest. Maar de Geest van God, en er kwam als een duif op hem neer. En de duif is een symbool van de Heilige Geest. Als je duif leest in de Bijbel, van het begin van de schepping, dan kan je denken aan de Heilige Geest. En deze tekst is heel krachtig. En ik zal niet zozeer praten over de eigenschappen van de duif. Maar ik zal wel praten over de symbolen van de duif. De duif als symbool. Dat vind ik belangrijk voor ons op deze moederdag. Waar wij je moeder in een zonnetje zetten. We zijn gistermiddag, mijn vrouw en ik, met de auto gegaan naar Arnhem. Naar Evelien's moeder, mijn schoonmoeder. Mijn enige levende moeder is mijn schoonmoeder. Om haar een cadeau te brengen. Een moeder dat cadeau te brengen, want vandaag kunnen we niet gaan. Dat lukt me niet. Omdat ik boven de 65 ben. Om na twee samenkomsten nog zo'n verre reis af te leggen. Mensen vinden het niet leuk als ik eerlijk ben over mijn leeftijd. Mensen willen me graag jong zien, maar ik ben geen 40 meer. En moeders zijn heel belangrijk. En het symbool is symbool waar we denken als we over de duif praten, is moederschap. Want de Heilige Geest, die wordt de moeder van de gemeente genoemd. En dan kan je zien hoe een moeder is en hoe de Heilige Geest in de gemeente, voor de gemeente, voor de kinderen Gods werkt en aanwezig is. Er is in de goddelijke drie-eenheid een vergelijking met de persoonlijke verhoudingen van de mens. In de eerste plaats is een verlangen in de mens naar een vader. En daarin wordt voorzien door God in God de Vader. Hij is onze hemelse Vader. We noemen hem de beste Vader. En we weten allemaal het verlangen van kinderen naar hun vader. En het lukt kinderen niet om hun vader weg te denken als vader er niet was.
Ze willen toch weten, wie is mijn vader, wie is die man? En vaders zijn belangrijk. En in de verhouding, de persoonlijke verhouding naar de mens toe, is God de Vader een vader voor ons. En zo zien we hem. Vaak ontmoeten pastorale werkers mensen, jongens, die geen vader gekend hebben. Dan kunnen zij de jongens troosten, de jonge mannen troosten, met deze woorden: God is jouw vader. God is jouw vader. Maar dan moet je het pakken. Dan moet je beseffen de kracht van de hemelse vader in je leven. Hoe bijzonder dat is. En zo is menig jong persoon, vooral in de cultuur waarin ik ben opgegroeid, getroost met God als vader. Dat is heel bijzonder. Met zo'n verlangen naar moeder. Nu, moeders zijn er vaak. Bijna altijd. Maar verlangen naar een moeder wordt in Bijbelse termen voorzien door de Heilige Geest. Er zijn tijden dat wij de kracht en de liefde van een vader nodig hebben. Iedere man, iedere vrouw die nog een vader heeft, heeft de kracht en de liefde van zijn vader nodig. Maar er zijn ook tijden waarin wij de tedere en zachte aanraking van een moeder nodig hebben. Als je aan moeder denkt, denk je aan een zachte, lieve vrouw. En de meeste moeders zijn zacht en lief. Er zijn uitzonderingen, maar niet in de Maranatha-kerk. Amen, gelovigen. Geef de moeders een applaus, mensen. Ja, oké. Dank u, Jezus. Dan denk ik aan de tere en zachte aanraking van mama. De Heilige Geest wordt genoemd de trooster. Hij wordt genoemd de helper. En vaak verlangen wij naar de troost en de hulp van onze moeder. En ze kan ons dat als geen andere geven. Daarom is de band van jongens vooral, maar ook meisjes, maar vooral jongens met hun moeder, is heel bijzonder. Zelfs vaders kunnen daar niet tussen komen. En de vaders weten dat. Probeer mama iets verkeerds te zeggen van de zoon. En mama grijpt papa. De troost en de hulp van moeders is bekend. En ook bij ons is bekend de troost en de hulp van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest ons in situaties troost, wanneer het moeilijk is, wanneer we strijd hebben, wanneer we alleen voelen, dan weet de Heilige Geest is bij ons, met ons, in ons. En dan worden wij getroost. Ik weet het zelf, als soms ik in situaties kom waar er angst bij komt, dan begin ik in nieuwe tongen te spreken. Dat is de taal in de Heilige Geest. Ja, nieuwe tongen spreken. En daar ervaar ik zo'n troost en rust en tegenwoordigheid van Hem, van de Heilige Geest. Dat is mama. Dat is mama. Kinderen voelen zich zo veilig bij mama. Als mama er is. Ze komen thuis, mama! Mijn vrouw is ook oma. Dus ik ben opa. En
En ze heeft een kleine meid. Ze wordt volgende maand was ze 2 jaar oud. Hele flinke meid. En mijn vrouw en ik hebben 2 dagen om op haar te letten. Mijn vrouw, ik 1 dag, maandag, weg vrijdag. Want maandag is voor mij. En mijn vrouw is erbij. Maar gewoon erbij. Maar als die kleine komt en haar pa brengt haar en ze houdt van haar pa heel veel. Ze knuffelt hem en brengt haar. En ik sta daar om haar in ontvangst te nemen van pa. Dan klampt ze haar vader nog sterker vast. En ik sta daar voor joker. En weet je wat ze zegt? Ik wil naar oma. Kijk, wat ze niet weet, is een leukere opa gaat ze niet vinden. En dan zie je, ze kiest de tederheid van oma. De hulp van oma. Want oma kan lekker koken. Oma kan dit doen. Oma kan zus doen. Oma. En als ze iets wil doen, vraagt ze aan oma. Oma, ik wil naar kinderboerderij. Naar oma. Oma, ik wil patat. Naar oma. Oma, ik wil, oma, oma. En opa staat daar. Maar... En zo is de Heilige Geest ook voor de kinderen Gods. Maar ik denk dat de kinderen Gods te weinig dit grijpen, dit aannemen. Dat de Geest van God met ons is. Ons troost, ons geneest van onze emotionele zaken. Door de kracht van de Heilige Geest kan er een geweldige genezing in ons komen van heel veel dingen die we meegemaakt hebben als moederen en vrouwen. Hij wordt de trooster genoemd. Hij wordt de helper genoemd. Dat is geweldig. Dat is geweldig. Maar voor ik hiermee verder ga. Er is ook een verlangen naar een broer. En de hoge relatie van een man en bruidegom wordt voorzien door Jezus Christus. Hij is onze grote broer. Ja, oké. Okay. En er is een diep verlangen naar een broer ook. Je hebt zo'n verlangen. Je hebt zo'n verlangen van een broer heb je. Je hebt die diepe, intieme vriendschap. Is verlangen. Mensen hebben dat nodig. Mensen verlangen ernaar om een broer te hebben. Maar zie, als je geen broer hebt. Jezus is onze oudste broer. Hij noemt ons zijn vrienden. Vaak zingen we I'm a friend of God. Maar hij noemt ons zijn vrienden. Het is een hechte gemeenschap. Met hem, onze oudste broer. Ik heb alle drie genoemd. De vader, geweldig. De vader, geweldig. En de moeder, de Heilige Geest. Dat is heel bijzonder. Dat is een les van de duif. Hij praat over moederschap. En ik denk, het is heel belangrijk dat mensen gaan zien de waarde van moeders. In het leven van hun kinderen. Als kinderen de zachtheid hebben. Zachtmoedig zijn. Komt door hun moeder. Kinderen voelen zich veilig bij mama. Ja. Mhm.
Ik zei dat mama's deze moederdag hun plaats innemen bij hun kinderen. En gaan weten hoe belangrijk ze zijn. Dat kinderen geborgen zijn bij hun moeder. De Heilige Geest geeft ons geborgenheid. Geef ons troost. Geef ons hulp. Hij leidt ons. Hij onderwijst ons. Moeders maken tijd voor hun kinderen om hun lessen door te nemen. Om hen eventueel bij te scholen. Te onderwijzen. Moeders zijn bijzonder. En ik zeg dit in lijn met wat ik weet over de Heilige Geest. Hoe de Heilige Geest omgaat met ons, zijn kinderen. Dat we hem niet alleen maar zien als iemand die ons kracht geeft om getuige te zijn of in tongen te spreken, maar meer nog die genezing die we nodig hebben. Die liefde die we nodig hebben. Hij wordt de Geest van liefde genoemd. Ik denk in Romeinen 15. De Geest van liefde wordt hij genoemd. Dat is geweldig. En we hebben het o zo nodig. O zo nodig. Ja. Ik mag God danken. Als ik naar mezelf kijk. Dat ik bekeerd ben. Bekeerd was toen mijn moeder stierf. Dat ik de Heilige Geest in mijn leven had. Want daarvoor had ik een zeer geweldige relatie met mijn moeder. Praten. Als ze laat ging slapen, ging ik laten. Mijn vader werkte zoveel, zoveel. Had 3 banen om ons te kunnen verzorgen. Maar moeder was er. Ik had met haar zo'n goede relatie. Ik heb veel van haar geleerd. Ze is al langer dan 50 jaar overleden. Maar toch eer ik haar nog steeds. Niet als dode moeder, maar zoals ik haar gekend heb. In haar eigenschappen, die ze had in haar leven. In mijn leven toe, wat ze mij betekend heeft. En vooral dat punt, mijn moeder was er altijd voor mij. En moeders moeten altijd zijn voor hun kinderen. De Heilige Geest is er altijd voor ons. Hij zegt, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten, al de dagen van je leven. Aha. Prijs uw naam, Heilige Geest van God. Dat is bijzonder. Daar ben ik blij. Dat u moeder bent van de gemeente. Als ik dit zo verkondig, gelovigen, dan moet in ons hart een diep verlangen komen. Om die aanraking met de Geest van God te hebben. Een diep verlangen. Kijk, Vaderdag zal ik de vaders eren. Maar nu eer ik de moeders. En ik haal als voorbeeld aan de Heilige Geest. En al de voorstellingen die de Heilige Geest geeft, die de Bijbel geeft over de Heilige Geest, bevestigen het goddelijke moederschap of de goddelijke moederschap van de Heilige Geest. Die bevestigen dat. En ik heb ze aangehaald voor de gemeente. Maar wat ik bid, dat moeders dat beseffen, welke impact ze kunnen hebben op dat kind, dat ze 9 maanden, of misschien iets korter, hebben gedragen in hun buik. 9 maanden hebben ze met hun kind in hun schoot lief en leed gedragen. 9 maanden hebben ze gelopen met dat kind in hen. Hebben ze het kind gevoeld in hun buik. Hebben ze het kind gezegend in hun buik. Ze hebben gezongen voor dat kind in hun buik. Ze hebben God gedankt voor dat kind in hun buik. En toen dat kind ter wereld kwam, kregen ze barensnood. En ze hebben pijn geleden.
Maar ze lagen daar op de bed. Dat kind komt, dat kind waarvan ik houd, komt. Ik wil alles wil ik dragen voor dat kind. Ik ga door, ik ga door, ik ga door, ik ga door. Dat kind komt. En dat kind komt. En ze zien het kind. Het kind in hun armen. En ze zeggen, dank u Jezus. Alle pijn is vergeten. Dat kind in mijn binnenste. De Heilige Geest. Of nee? Amen. Begrijpt u nu waarom het zo moeilijk is voor kinderen die moeder hen hebben weggegeven? En vaak door omstandigheden. Vaak door omstandigheden. Soms uit liefde voor dat kind. Hebben ze dat kind weggegeven. Soms uit liefde voor dat kind. Maar ze denken, dat kind kan het elders beter hebben dan bij mij. Ik heb het zo moeilijk. Daarom oordelen wij zulke moeders niet. Je was niet in hun plaats, of niet? Maar op deze moederdag kies ik ervoor. Niet om daarover te praten. Over de plaats van de Heilige Geest. In het midden van de gemeente. Zijn plaats in zijn helende werking in de gemeente. Zijn ondersteuning van de gemeente. Zijn bijstand aan de gemeente. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Daarom eigenlijk klinkt het raar hè, wat ik ga zeggen nu. Ook mannen hebben de Heilige Geest in de Heer of niet. Wat ik ga zeggen klinkt heel raar. Ik kan me heel veel e-mails bezorgen. Maar ik ga toch zeggen, iedere man moet ook in zich een deel van het moederhart hebben. Dat is belangrijk, ook voor het kind en de kinderen. Ja. Dat de kinderen de liefde, dat is van de Heilige Geest. De troost, de hulp, enzovoort, ook van hun vader zien. En we zien het om ons heen, hoe vaders met hun kinderen omgaan. Vooral in Nederland. En Nederland is geen macho-maatschappij zoals in Latijns-Amerika en andere delen van de wereld is. Is Nederland geen macho-maatschappij. Hier zie je vaders met een kinderwagen op straat. Het was vroeger ondenkbaar dat pa met een kinderwagen liep. Ik heb het gedaan in mijn jeugd. Als van mijn werk kwam, elke dag. Ik was voorganger van de kerk, al die jaren. En ik woonde in Arnhem en ik werkte de hele dag van 8 tot 5. En ik kom 5 uur thuis, nog geen eten. Mijn zoon, John, Samuel, Andy, die stond bij de deur. Papa, 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 papa. Moet je hem nu zien? Als hij binnenkomt, gaat hij naar zijn moeder, niet naar mij meer. Dat is je hart luchten of niet? Papa zei die. En papa zet zijn tas aan de kant, pak de kinderwagen, hij in de kinderwagen en de overkant was een park. Ging een uur met hem in het park wandelen en lopen. Hij vond die geweldig dat ik dat deed. En ik was een man, maar ik was bekeerd. Ik had de Heilige Geest. Ik kom uit een macho-maatschappij.
Maar ik deed het. Ja. En vond hij geweldig. Vond hij geweldig. En na een uur bracht ik hem terug naar huis. Kon ik eten en dan met de gemeente doorgaan. Oké. Maar dat deed ik elke dag. Behalve als het echt koud was. Want Kou en ik zijn geen vrienden. We zijn geen vrienden. Maar genoeg hieromtrent, want ik moet afronden. Een andere les van de duif is een teken van vrede. De duif van de ark was de boodschapper van vrede. Van de ark van Noach was de boodschapper van vrede. En bracht de olijfblad terug als een teken van verzoening. Is een symbool van reinheid. Zo argeloos als duiven. Argeloos is onschuldig. Symbool van reinheid. Onschuldig. De Heilige is zelf rein en heilig is. Die kan niet wonen in een onrein hart. Oké. En ten laatste, nog twee dingen. Is symbool van zachtmoedigheid. Heb ik al genoeg aangehaald. En symbool van liefde. De geest van liefde. Dat is de duif. Symbool van de Heilige Geest. En dat wil ik op deze moederdag aanhalen. Om de moeders te bemoedigen. Om moeder te blijven. Blijf moeder. Oké? God is goed. God zegent jullie. Amen. Geef een applaus aan de Heer. Zullen we gaan staan? Lieve gelovigen, zullen we gaan staan? Prijs uw naam, prijs uw naam, prijs uw naam, prijs uw naam. De Heilige Geest is hier. Gods woord zegt, wat twee of meer in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Dank u, Jezus. Prijs uw naam. Prijs uw naam. En ik ga vandaag een algemeen gebed doen om tijd te winnen. Want ik heb wat aandacht besteden aan Moederdag vandaag. Is één keer per jaar, Moederdag. Eén keer per jaar, geweldig. Al die moeders die hier zijn. Dat hier alle droefheid van de moeders weghaalt. Haalt ook de genezing aan. En als je geen kinderen hebt... Ja, een bepaalde leeftijd bij van mij bij een moeder in de gemeente. Oké. Laten we zeggen, welke leeftijd zal ik hanteren? Moeder nooit meer bedenken. Hoe oud moet ik beginnen? 35 jaar? 35 jaar, hè? Ja. Ja, die kunnen nog kinderen krijgen, maar laten we een leeftijd noemen, hè? Jij wordt 50 beginnen, hè? Oké, 40 jaar, ja? Als je 40 bent en je hebt geen kinderen, moet je ook een geschenk komen halen. Kom in geloof. Weet nooit hoe de Heer gaat leiden in je leven. Misschien krijg je als je ouder bent geen eigen kinderen meer, maar je kan moeder zijn van vele kinderen. Van vele kinderen. Oké. Ik dacht aan mijn vrouw, ze heeft één zoon, John. Maar ze is moeder van vele mannen, jongens, vooral jongens, mannen houden van haar. Ik weet niet hoe het komt, die komen naar haar enzovoort. Evelien, hoe gaat het? Kijken haar aan en noem maar op. Ja, ze moeder. ze is moeder van velen, of niet? Amen? Ik ben blij voor haar, of niet? Dank u, Jezus. Ik ben blij voor haar. Maar ze zegt altijd, Stijn, ik heb één zoon. En ik mag niks van haar zoon zeggen. Ik heb soms kritiek op mijn zoon, maar mijn vrouw staat dat niet toe. Ze bang! Hou je mond! Mijn vrouw, haar zoon is volmaakt.
En ik mag daar niet tussen komen. En jij hebt wijsheid. Ik wil mijn vrouw behouden, dus ik kom niet tussen. Ja. We gaan bidden. Maar meer dan ooit heeft de gemeente de Heilige Geest nodig. En ik zie al Gods Geest werken in ons midden. Dank u, Jezus. En zij die niet kennen, bid met mij mee dit kort gebed. Zeg, Heere Jezus, ik dank u voor uw liefde en genade. Vergeef mij mijn zonden, mijn ongerechtigheden. Reinig mij, Heer, met uw kostbaar bloed. En help mij om u te dienen en te volgen op de weg te leven. Dank u, Jezus. Ik eer uw naam dat u mij al mijn zonden vergeeft. En mij aanneemt als uw kind. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen. 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 Hebben we dit gebed gelezen? Er zijn twee dingen die belangrijk zijn in de eerste fase van uw geboorte. Lees het woord elke dag. Dat is zo'n 10 minuten, kwartiertje. Een begin bij Matthäus. Ja. Eerste hoofdstuk een beetje moeilijk. Geslachtregister. Lees het ook. Later ga je het begrijpen. Begin bij Matthäus. Ga zo gewoon door. Lees de Bijbel. Lees het Nieuwe Testament 2 keren. En dan ga je naar het Oude Testament. Lees het Nieuwe Testament 2 keren. Als je naar het Oude Testament gaat, ga je niet van de Heere houden. Een paar dingen daar zien die je denkt, is het Christus, is het geloofsleven zo? Maar als je het Nieuwe Testament gelezen en je begrijpt het een beetje, dat je dan kan je het Oude Testament beter lezen. Met al die doden, al die moorden, al die oorlogen en die toestanden, en al die wetten enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je denkt, Maar als je het Nieuwe Testament 2 keer gelezen hebt, en je gaat dan naar het Oude Testament, oké, dat kan. Dan gaat het wel. Ja? Oké. Begin daarmee. Op je nieuwe stap die u gedaan hebt. In de naam van Jezus.